Waarschuwing: de teksten en/of afbeeldingen in deze video kunnen als schokkend worden ervaren. Kun je hier niet tegen? Kijk dan deze video niet. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele nachtmerries. Bedankt voor uw aandacht. Hallo en welkom terug op mijn kanaal en welkom terug bij uiteraard een nieuwe video. Een nieuwe true crime video. Ik moet eerst even iets kwijt. Deze situatie, ik weet het, ik heb allemaal rode plekken in mijn gezicht. Hopelijk niet voor lang met mega. Maar weet je, het voelt gewoon als een persoonlijke aanval van mijn lichaam. Dus ik neem het ook heel persoonlijk op allemaal. Het voelt gewoon heel persoonlijk. Vorige week hebben we het gehad over Edmund Kemper de derde. En deze week wil ik het met jullie hebben over Jeffrey Dahmer. Jeffrey fucking Dahmer. Jeffrey Dahmer werd ook wel de kannibaal van Milwaukee genoemd. Of het monster van Milwaukee. En het is ook een Amerikaanse seriemoordenaar. Hij heeft in totaal 17 mensen vermoord. Waarvan ze het dan weten. Waarvan de zaken echt zijn opgelost en waarvan hij het heeft bekend. Op 21 mei 1960 werd Jeffrey Lionel Dahmer geboren. En hij werd geboren in het Evangelic Deaconess Hospital in Milwaukee, Wisconsin. Zijn vader is Lionel Herbert Dahmer. Kan dit echt wel? En op dat moment toen Jeffrey werd geboren was hij student aan de Marquette University. En hij was bezig met zijn graad in scheikunde. En zijn moeder, Joyce Annette Flint, die werkte als een teletext-toestel instructrice. Er wordt gezegd dat toen Jeffrey klein was, dat hij te weinig aandacht kreeg. Andere bronnen zeggen weer dat hij als een normale baby en peuter is opgevoed door beide ouders. Maar dat zijn moeder wel bekend stond als een erg gespannen vrouw. Die graag aandacht wilde, graag medelijden wilde. En die ook echt wel gewoon heel graag de discussie aanging met zowel haar man als de buren van Jeffrey. Nou, ik weet niet of dat dit waar is. Maar ik heb ook ergens gelezen dat zij lijden aan postnatale depressie van zowel Jeffrey als van zijn broertje. Toen Jeffrey vier jaar oud was, kreeg hij een hernia in zijn scrotum. Ik ga je niet uitleggen wat een scrotum is. Maar ik wist in ieder geval niet dat je zeg maar daar een hernia kon hebben. Lijkt me wel pijnlijk. Hij is daar toen hij vier was ook aan geopereerd. En toen hij wakker werd, toen vroeg hij ook aan zijn ouders van, hebben ze mijn testicles verwijderd? Omdat dat daar zat, omdat hij daar geopereerd was, had hij het idee dat dat dus was verwijderd. En vanaf dat moment raakte hij ook heel erg teruggetrokken als persoon. En hij vertrouwde ook mensen niet meer. Hij wantrouwde ze echt een beetje, omdat hij het idee had van ze hebben het weggehaald. En ja, dat was niet zo, maar ja, hij snapt dat gewoon niet als vierjarig jongetje. En als het hem niet wordt uitgelegd, dan... Op diezelfde leeftijd was het zo dat Jeff soms wat vreemd gedrag vertoonde. Zo was er bijvoorbeeld een moment dat Lionel, de vader van Jeff, onder het huis dode muizen en muizenbotjes en zo aan het weghalen was. En Jeff was daarbij en hij heeft dus de botten van muizen tegen elkaar, zeg maar dit of zo, was hij tegen elkaar aan het klinken. En ja, hij vond dat geluid dus gewoon leuk klinken. Ik moet er niet eens aan denken om het überhaupt vast te houden. Zijn vader, die zei daar ook niks van. Die vond het gewoon typisch jongensgedrag. Op latere leeftijd, toen hij zo'n 8 à 10 jaar oud was, begon hij echt dode dieren te verzamelen. En hij begon dus ook dode aangereden dieren van de weg af te halen. En die nam hij dan mee naar huis. En daar, hij had een schuurtje, zeg maar, achter het huis. En daar ontleden die dan deze dieren en haalde die ze helemaal uit elkaar. En hij bewaarde ook delen van de dieren in potten. De botjes bewaarde die. En er gingen wel eens vriendjes van hem mee die dode dieren van de weg schrapen, zeg maar. Ik kan als kind best wel andere activiteiten bedenken die leuker klinken dan dit. Die gingen dus wel eens mee om Jeff daarbij te helpen of om dat samen te doen als leuke after school activity. Maar toen ze wel eens aan hem vroegen van, joh, waarom doe je eigenlijk dit? Dan zei Jeff ook van, ik vind het gewoon interessant om te zien hoe alles gewoon in elkaar past in het lichaam. Jeff heeft ook wel eens een keer een hond ontleed om hem daarna aan een boom te spijkeren. De kop van het dier, die heeft hij op een stok gespiesd en deze had hij achter het huis gezet. Goed, weet je, de ene mens die neemt tuinkabouters en de andere mens neemt het hoofd van een hond op een stok gespiesd als tuindecoratie. Ik oordeel niet, weet je.
Een klasgenootje van Jeffrey heeft ook een keer aangegeven dat Jeff opgezette dieren verzamelde. En toen hij vroeg aan hem van, joh, waarom doe je dat? Weet je, ik snap die vragen, dat snap ik. Dan zei Jeff, ja, ik doe dit met dieren, maar eigenlijk heb ik dit altijd alles met een mens willen doen. Nou, als ik dat klasgenootje was geweest en hij had dat tegen mij gezegd, ik was gaan rennen voor mijn leven. Echt waar, gaan rennen. Toen Jeffrey 6 jaar oud was en in het eerste leerjaar kwam, toen lag zijn moeder eigenlijk steeds meer in bed. Te herstellen van de zwakte. Waardoor ze nou precies zo zwak was, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat nou van die postnatale depressie was, of dat er wat anders aan de hand was. Ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. Maar de vader van Jeff was eigenlijk nooit thuis. Omdat hij aan de universiteit bezig was met zijn studie, met zijn graad in scheikunde. En als hij dan thuis was, dan was het ook echt gelijk... Weet je, die moeder die eist gelijk alle aandacht op van zijn vader. En ja... Op een gegeven moment heeft zijn moeder ook een zelfmoordpoging gedaan. Gelukkig is dit niet gelukt. Maar ze had hiervoor pillen gebruikt die ze kreeg voor haar angstaanvallen. En ze was ook inmiddels gewoon verslaafd geraakt aan die pillen. In oktober 1966, toen was Jeff nog steeds 6 à 7 jaar oud. Toen verhuisde de familie naar Doylestown in Ohio. En op dat moment was zijn moeder ook zwanger van de tweede kind in de familie. En toen in december van dat jaar Jeff's broertje werd geboren... Toen mocht Jeff ook de naam uitkiezen van het broertje. En Jeff noemde hem David. In datzelfde jaar haalde zijn vader zijn graad in scheikunde. En kreeg hij een baan aangeboden in Akron, Ohio. En hij kreeg een baan aangeboden als analytisch chemicus. In 1968 verhuisde het gezin nogmaals. En dit keer gingen ze naar Bath, Ohio. En volgens de vader van Jeffrey is Jeffrey daar ook seksueel misbruikt door een buurman. En toen was Jeff dus 8 jaar oud. Jeff zelf ontkent dit trouwens. Die zegt dat dat nooit is gebeurd. Maar zijn vader heeft daar dus wel ook echt een melding van gemaakt toen de tijd. In 1970 zat de familie lekker met z'n allen te eten. Lekker kippetje op tafel. Lekker gezellig met z'n allen aan tafel. En tot Jeff ineens vroeg. Pap, wat gebeurt er eigenlijk als je de botten van een kip in een bleekoplossing legt? Zijn vader was inmiddels best wel bezorgd geworden over zijn apathische en rustige houding. Dat Jeff een beetje teruggetrokken was. En zijn vader dacht dus niet van... mijn kind is 10 jaar oud. En die vraagt zich af wat er gebeurt als je kippenbotten in een bleekoplossing legt. Nou, vind ik eigenlijk een hele normale vraag. Over het initiatief wat Jeff nam... En voor zijn interesse in de wetenschap, in de scheikunde. En hij liet daarom dus ook maar al te graag zien aan Jeff hoe je dit op een veilige manier doet. Dus hoe je ze eigenlijk veilig kunt bleken en daarna kunt bewaren. Parent of the Year Award goes to... Nope. Toen Jeff 14 jaar oud was, toen smokkelde hij bier en sterke drank mee in de school. Nou ja, deze stopte hij dan in zijn kluisje. Daar bewaarde hij dat. Hij begon ook echt voor school en tijdens school, maar ook na school begon hij echt stevig te drinken. En ja, uiteraard gingen zijn cijfers daaronder lijden. Hij kreeg inmiddels ook gesprekken met een maatschappelijk werker op school. En dit was ook dezelfde leeftijd dat hij ontdekte dat hij homo was en had hij ook zijn eerste homoseksuele ervaring. Tijdens deze periode was het ook dat hij voor hem vermakelijke necrofilie-ideeën kreeg. Ja, dat was ook op zijn 14e dus. Op zijn 14e bedacht Jeff een verkrachtingsfantasie. En het was dus zo dat hij zijn zinnen had gezet op een bepaalde mannelijke jogger. Die jogger die rende dus altijd dezelfde route. En op een gegeven moment had Jeff dus bedacht van... Ik ga die jogger buiten bewustzijn knuppelen en dan ga ik er seks mee hebben. Hij was toen 16 jaar oud en op een gegeven moment is hij dus ook in de bosjes... langs de route van die jogger gaan zitten met een honkbalknuppel. En hij zat dus echt te wachten totdat hij langskwam om hem dus neer te knuppelen en dan seksueel te misbruiken. Gelukkig voor die jogger was hij die dag niet aan het rennen en is er dus ook niks gebeurd. En Jeff verklaarde wel dat dit zeg maar ook de eerste echte poging was om iemand aan te vallen. Toen hij 17 jaar oud was, stond Jeff echt wel bekend op school als zeg maar de grappenmaker en iemand die altijd grappen uithaalde. En zijn klasgenoten hadden dat een naam gegeven en die zei dan ook van, oh, doe eens een damer. Dus doe een damer. Om hem zo een soort van te triggeren om weer een grap uit te halen. En hij deed het voornamelijk omdat hij daarmee gewoon ook aandacht kreeg. En hij vond het leuk om zijn klasgenoten te vermaken. En ja, zo was hij een soort van cool dude of zo. In 1978 op zijn 18e slaagde Jeffrey van school. En kort daarna gingen zijn ouders uit elkaar. Die besloten te scheiden. Ze hadden wel al relatietherapie of huwelijkstherapie zeg maar gehad. Maar dat mocht helaas niet baten. Dus ze besloten uit elkaar te gaan.
Jeffrey zijn broertje was op dat moment 12 jaar oud. Jeffrey was 18. En omdat Jeffrey inmiddels 18 was, deed geen van zijn ouders eigenlijk moeite ervoor om de voogdij over hem te krijgen. Jeff was officieel een volwassene, dus ja, dat vonden ze niet nodig. Terwijl er wel echt een gevecht was om de voogdij over zijn broertje David. En dat gaf Jeff uiteraard het gevoel dat hij nog meer ongewild was dan dat hij al had. Beide ouders verhuisden uit Bath, Ohio. En ze lieten dus Jeff achter in het ouderlijk huis in zijn eentje. Omdat hij zo van, ja, hij is 18. Zijn moeder vertrok met David. En zijn vader vertrok in zijn eentje naar een motel, geloof ik, in de buurt. 3 weken na zijn diploma-uitreiking vermoordde Jeff zijn eerste slachtoffer in dat huis in Ohio, waar hij inmiddels alleen woonde. En dit was Stephen Hicks. En Stephen was 18 jaar, net als Jeff. En hij was aan het liften naar een rockconcert toen Jeff hem oppikte. Jeff haalde hem over om mee te gaan naar zijn huis, om daar gezellig muziek te luisteren en gezellig te drinken. En na een paar uur vond Stephen het wel genoeg en hij wilde naar huis toe. Ja, weet je, als je iemand echt leuk vindt, dan snap ik dat je het niet leuk vindt als die persoon weggaat. Want je wil die persoon niet missen. Maar ja, dit was wel een beetje next level. Jeff was het dus daar niet mee eens. Die wilde niet dat hij wegging. Die wilde niet dat hij hem zou verlaten. Dus hij sloeg Stephen 2 keer achter op het hoofd, van achter ook, met een dumbbell van 4,5 kilo. Nou, hij raakte bewusteloos. En toen heeft Jeff met die dumbbell, met dat handvat van die dumbbell, heeft hij hem gewurgd. En daarna heeft hij hem uitgekleed en is hij boven het lijk van Stephen zichzelf gaan aftrekken, zeg maar. De dag erna besloot Jeffrey hem te ontleden in de kelder, om hem later een ondiep graf in de tuin te geven. En na een paar weken besloot hij Stephen weer op te graven en om het vlees van de botten af te snijden. Het vlees loste hij op in een soort zuur, voordat hij dus alles door de wc heen spoelde. En de botten verpletterde hij met een hamer in een laken gewikkeld, om ze zo te verspreiden in het bosgebied wat achter zijn huis lag. Kort na deze moord had Jeffrey zoiets van, ik wil naar de universiteit. Hij was trouwens nog steeds echt wel een drinker. Dus mede door zijn drank gebruik ging hij na 3 maanden alweer van de universiteit af. Op zijn vaders aandringen, die was inmiddels weer terug naar het ouderlijk huis verhuisd en die was inmiddels hertrouwd. En op zijn aandringen ging Jeff in 1979 het leger in. Dat heeft hij 2 jaar gedaan nadat hij in 1981 ongeschikt werd bevonden voor het leger. En later zouden er ook 2 soldaten zijn uit die periode van het leger die naar voren zijn gekomen met dat hij ook hun heeft gedrogeerd en verkracht. Na zijn ontslag van het leger, ja, dan moet je naar een bepaalde locatie en dan word je officieel eruit getrapt. Daarna kreeg hij een vliegticket waarmee hij overal naartoe kon in Amerika. En hij besloot toen naar Miami, Florida te vliegen. Omdat hij vooral zijn vader niet onder ogen durfde te komen dat hij uit het leger was gezet. Maar een paar maanden later heeft Jeff toch zijn vader gebeld. En heeft hij gevraagd of hij toch terug mocht komen naar huis in Bath, Ohio. En zijn vader vond dit goed. Dit vond ze, ja, die had zoiets van, kom maar thuis jongen. Hij bleef veel drinken. En 2 weken nadat hij terug was gekomen in het huis van zijn vader, werd hij ook gearresteerd voor openbaar dronkenschap en de verstoring van de openbare orde. Hij kreeg een boete en een 10-daagse voorwaardelijke celstraf. En door zijn vader en stiefmoeder werd hij naar zijn oma toegestuurd. Omdat zijn oma was eigenlijk de enige persoon die hem nog wel affectie gaf. En zij hoopte dat door Jeff naar zijn oma toe te sturen, dat zijn oma hem van de drank af kon helpen. En dat zijn oma ervoor kon zorgen dat hij verantwoordelijk ging leven. Maar in augustus 1982 werd Jeff gearresteerd omdat hij zich tentoon had gesteld aan 25 vrouwen en kinderen. Hij had een paspop uit een winkel gestolen om daar seksuele dingen mee te doen thuis. En op een gegeven moment heeft zijn oma deze dus gevonden in de kast bij hun thuis. En zij eiste dus ook gewoon dat hij dat wegdeed. Dat weet je, het is een beetje bijzonder dat je zoiets vindt in de kast van je kleinzoon. Jeff had inmiddels wel ook seksuele partners en hij begon zich eind 1985, hij begon zich dus gewoon letterlijk te irriteren aan het feit dat zijn seksuele partners bewogen
tijdens de seks. De meeste mensen hebben een hekel aan een zeester, maar nee, Jeff Dahmer die had een hekel aan het bewegen wat mensen deden. Dus hij begon in die tijd ook met het drogeren echt van mensen om daarna seks te hebben. En hij heeft ook gezegd dat in die tijd hij zichzelf had aangeleerd dat mensen geen mensen waren, maar objecten die hij kon gebruiken. Hij ging echt in 1986 ging hij echt slaappillen in de drankjes van zijn slachtoffers doen. En daardoor kon hij dus seks hebben met de levenloze lichamen van de partners. Ook deed hij op een gegeven moment een poging om... Hij had in de krant gezien dat er een 18-jarige jongen was overleden en begraven zou worden. Hij is toen naar dat graf toe gegaan toen de jongen net was begraven. En hij heeft een poging gedaan om die jongen dus op te graven om seks te hebben met het lichaam. De grond was te hard en hij skipte dat hele plan dus. Maar die intentie was er wel. Hij heeft wel ook echt een poging gedaan om dat lijk op te graven. In augustus 1986 werd Jeff wederom gearresteerd. Dit keer omdat hij voor twee 12-jarige jongens zichzelf aan het aftrekken was. En hij is toen veroordeeld voor een jaar voorwaardelijke straf. En hij moest begeleidende gesprekken, zeg maar, coachingsgesprekken moest hij ondergaan. In november 1987 vermoorde Jeff de 25-jarige Stephen Tuomi. En dit deed hij nadat hij hem had meegelokt naar zijn hotelkamer vanuit een bar. Volgens Jeff wilde hij hem niet vermoorden, maar werd hij wakker 's ochtends op Stephen. En zijn borstkas was schijnbaar helemaal ingedrukt en Stephen was helemaal bont en blauw. En Jeff keek naar zijn handen en naar zijn armen en die waren ook helemaal bont en blauw. Maar volgens eigen zeggen was het niet de bedoeling om hem te vermoorden en wist hij ook niet wat er gebeurd was, wat hij had gedaan. Maar goed, hij moest toen wel van het lichaam afkomen. Je kan natuurlijk niet naar de politie lopen om te zeggen van joh, nou ja, het kan wel. Zou fijner zijn. Het zou nog fijner zijn als je gewoon geen mensen vermoordde. Maar ja, hij besloot dat niet te doen. Dus hij besloot een grote koffer te kopen om daar het lichaam van Stephen in te doen. En zo nam die Stephen, het lichaam van Stephen, nam hij mee naar het huis van zijn oma. En daar heeft hij het een week laten liggen. En na een week heeft hij het hoofd gescheiden van het lichaam. Dus hij heeft Stephen onthoofd. Hij fileerde al het vlees van de botten en hij deed al het vlees van Stephen in een vuilniszak. De botten deed hij wederom in een laken en sloeg hij helemaal tot splinters om zo makkelijk van alle resten van Stephen af te kunnen komen. Behalve het hoofd. Trouwens, deze had hij in een deken gewikkeld en na twee weken heeft hij dit in een of ander chemisch goedje heeft hij het hoofd gekookt om zo alle resten te verwijderen van de schedel. En deze heeft hij bewaard, de schedel, om te gebruiken als stimulans voor masturbatie. What the fuck is er mis met mensen? Maar goed, uiteindelijk bleek de schedel te broos te zijn geworden door het koken in dat chemische goedje. En heeft hij de schedel alsnog verpulverd om hem weg te doen. Na deze tweede moord begon Jeff echt actief te zoeken naar slachtoffers. Het was zeg maar echt zijn ding om zijn slachtoffers te drogeren en dan te verkrachten. Hij nam ze iedere keer mee naar het huis van zijn oma. En hij wurgde ook zijn slachtoffers daarna. En ja, hoe kan het dat zijn oma dat zoiets nooit heeft gemerkt, hè? Zo vermoorde hij dus ook nog in januari 1988 een 14-jarig jongetje. En ook hij werd ontleed door Jeff, net als de rest van zijn slachtoffers. En ook van het 14-jarig jongetje bewaarde hij de schedel. En in maart vermoorde hij nog een 25-jarig jongen. In september 1988 vond zijn oma het genoeg geweest. En ze had zoiets van, leuk. Maar iedere keer neem mijn jongens mee, s'avonds hier naar het huis. En dat ben ik zat, dus je moet een plek voor jezelf gaan zoeken. En een dag nadat hij in zijn eigen woning kwam, werd Jeff gearresteerd. Omdat hij een 13-jarig jongetje had gedrogeerd en seksueel misbruikt. Dit jongetje ontsnapte gelukkig. Maar in januari 1989 werd Jeff wel veroordeeld. Maar de strafuitspraak was pas in mei 1988. En na zijn veroordeling in januari verhuisde hij weer even terug naar zijn oma. Waar hij ook zijn vijfde slachtoffer vermoorde. Ook dit lichaam behandelde die net als alle anderen. Maar naast het hoofd bewaarde Jeff ook dit keer de genitaliën van deze jongen. Het hoofd en zijn genitaliën had hij in een soort acetoon gedaan en die bewaarde hij in een kluisje op zijn werk. Toen in mei de strafuitspraak kwam, kreeg hij 5 jaar voorwaardelijk en 1 jaar in de gevangenis. Maar hij kreeg wel werkverlof zodat hij in ieder geval zijn baan niet kwijt zou raken. Volgens mij was het niet echt een gevangenis, maar een House of Corrections. Ik weet niet of dat echt een gevangenis is of een soort
opvangcentrum. Of, het is me niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, hij is daar wel voor veroordeeld. En heeft een jaar, uiteindelijk heeft hij maar 10 maanden in dat House of Corrections gezeten. En hij had toen ook gelijk zijn eigen appartement. Toen Jeff uit dat gebouw kwam na 10 maanden. En in de periode van mei 1990 tot juli 1991 vermoordde hij totaal nog 12 mannen en jongens op dezelfde wijze. Inmiddels begon hij ze ook te eten. Hij drogeerde deze jongens allemaal. Hij verkrachtte deze jongens allemaal. Hij vermoordde deze jongens allemaal. Hij ontleedde deze jongens ook allemaal. Hij at ze dus ook op. Hij bewaarde schedels van zijn slachtoffers. En ook lichaamsdelen begon hij te bewaren in zuurvaten. Soms beschilderde hij de schedels van zijn slachtoffers. Zijn plan, en dat bleek later, zeg maar, toen hij in de gevangenis al zat, liet hij een schets zien wat hij dus eigenlijk van plan was. Hij had het nog niet gerealiseerd, maar hij was dus van plan om een altaar te maken met allemaal schedels en skeletten en weet ik het wat hij allemaal wilde doen. Maar hij wilde een soort altaar maken wat heel huiselijk voor hem aanvoelde, waar hij zich thuis voelde. En ja, fucking ziek gewoon. Bij een aantal van zijn slachtoffers paste hij een soort lobotomie toe. Hij maakte een gaatje met een boor in de schedel, terwijl ze dus nog leefden. En hij deed daar of een soort zuur in, of kokend water. Om eigenlijk zo een soort van zombie seksslaven van ze te maken. Ja, uiteraard ging dit niet zoals hij in zijn hoofd had. En overleden die slachtoffers dus ook. Maar, oh, godverdamme. Een van de slachtoffers van Jeff was de 14-jarige Conrad Sinta Somphone. Ik spreek het waarschijnlijk helemaal verkeerd uit, maar ik doe echt mijn best. En dit jongetje, dit 14-jarige jongetje, dit was het broertje van het jongetje waardoor Jeff veroordeeld was en ook geregistreerd was als een zedendelinquent. En dit was dat 13-jarige jongetje die toen ontsnapt was en dat was één dag nadat hij in zijn nieuw huis kon wonen, waardoor hij dus toen gearresteerd ook is. Maar goed, inmiddels, hij had dus nu het broertje van het jongetje te pakken, de 14-jarige Conrad. En in de vroege ochtend van mei 1991 waren er twee meisjes die Conrad aantroffen op straat, levend. Hij was zwaar gedrogeerd, hij was naakt, hij was bebloed, hij bloedde uit zijn anus ook. En ja, Jeff kwam eigenlijk heel snel ter plaatse en dat was van, nee, dit is mijn vriend en dit is mijn 18-jarige vriend. Jongetje was 14, het was ook zijn vriend niet. En we hadden gedronken en we hadden ruzie. Maar goed, hij probeerde het jongetje dus terug naar zijn huis te halen. De meisjes weigerden dit. Die hebben de politie gebeld en ambulance. En toen die kwamen, geloofden hun dus ook Jeff zijn verhaal. Dat het zijn 18-jarige vriend was. Dat ze hadden gedronken en dat ze ruzie hadden gekregen. En Conrad leek ook dronken, maar hij was gewoon zwaar gedrogeerd door Jeff. Hij probeerde aan de agenten uit te leggen van, joh, nee, hij heeft me geprobeerd te vermoorden. En dat hij had gerend voor zijn leven. Maar Jeff kwam zo kalm en rationeel over, terwijl die twee meisjes die kwamen helemaal snauwerig over. En ja, die jongen leek dan inderdaad, Conrad, die leek dan dronken, terwijl die gewoon zwaar gedrogeerd was. En de agenten verloren eigenlijk al vrij snel hun belangstelling voor dit hele gedoe. En alles is van, ja, gewoon een beetje drama. En de politie hebben dus uiteindelijk ook Conrad opgepakt en geholpen om weer bij Jeff thuis te komen. Ze hebben hem daar gebracht. Echt arme Conrad gewoon. Dan ben je helemaal gedrogeerd. Je bent verkracht. Je bent mishandeld waarschijnlijk. Iemand heeft je geprobeerd te vermoorden. Terwijl je gedrogeerd bent, ren je naakt op straat om te ontsnappen aan de klauwen van deze fucking freak. En dan denk je, ik ben veilig. Er wordt politie gebeld, er wordt ambulance gebeld. Er zijn twee agenten. Godzijdank. Dank jullie wel. Nee, we pakken je even op en we brengen je gewoon weer terug naar hem. Ze lieten Conrad daar gewoon achter in dat huis. Ondanks de stank die ze roken van de ontbinding van Jeff's vorige slachtoffer. Die daar dus gewoon echt in huis lag. En dat roken ze, maar ze hebben niks gedaan. Ze hebben Conrad's leeftijd niet geverifieerd. Ze hebben ook niet geverifieerd of dat iets geregistreerd stond over Jeff. Want anders hadden ze dus gezien dat hij een zedendelinquent was. Oh mijn god. Ja, en Conrad was gewoon zo gedrogeerd en te verdoofd om goed te kunnen uitleggen dat Jeff hem had willen vermoorden. En nou ja, de agenten lieten hem daar dus achter. En nadat de politie was vertrokken, wurgde Jeff het jongetje. Hij verkrachtte het jongetje, het leden zijn lichaam en ook zijn schedel
werd bewaard. De politie had helemaal geen actie ondernomen. En op een gegeven moment heeft dus de moeder van een van die meisjes gebeld naar de politie. Van joh, wat is er met dat Aziatische jongetje gebeurd? En toen zei de politie van wij kunnen niks doen aan iemand zijn seksuele voorkeur. En er werd gezegd van ja, hij is volwassen en hij is terug naar zijn vriend gegaan. Toen die moeder op een gegeven moment een verband legde tussen het incident en de vermissing van Conorek. En de politie dus nogmaals opbelde. Pakte ook niemand het op. Er werd niemand naar haar huis gestuurd. En ook de FBI reageerde gewoon helemaal niet op haar telefoontje. Bizar om te bedenken dat het gewoon heel anders had kunnen aflopen als ze hadden geluisterd. Op 22 juli 1991 ontsnapte de 32-jarige Tracy Edwards van Jeff. En die rende de straat op met aan één arm nog handboeien. En hij heeft een politieauto aangehouden en hij heeft ze ook direct alles verteld. En hij kon ze direct naar het huis van Jeff leiden. Toen de politie binnenstapte in het huis van Jeff, ja, was er gewoon direct overweldigend bewijs te vinden wat er allemaal aan de hand was en wat hij allemaal had gedaan. Hij kon daar gewoon niet meer onderuit. Dus hij heeft toen alles opgebiecht. En Jeff werd toen ook gearresteerd. En de politie vond bij het doorzoeken van het huis 3 hoofden. Een menselijk hart in de koelkast. Allemaal foto's van verminkte lichamen van de slachtoffers. Een voorraad chloroform. Daar raken mensen buiten bewustzijn van. Afgesneden handen en penissen op sterk water. Nou ja, ook beginselen zeg maar van dat altaar wat hij wilde maken. Van al die schedels en lichamen en weet ik het wat allemaal. Jeff werd in voorlopige hechtenis genomen. En er werd een borgsom op hem gezet van $1 miljoen. Om er zo voor te zorgen dat hij dus niet makkelijk vrij zou komen. In januari 1992 pleitte Jeff schuldig aan 15 van de 17 moorden die hij had gepleegd. Maar hij zei daarbij wel dat hij ontbrekingsvatbaar was. De jury had gelukkig zoiets van nee, sorry, jij was gewoon goed bij je hersenpan. Nou ja, goed bij je hersenpan. In hoeverre ben je goed bij je hersenpan als je dit soort dingen doet? Maar het kwam erop neer van nee, jij was bewust dit soort dingen aan het doen. Je was niet ontbrekingsvatbaar. En daardoor kreeg Jeff totaal 957 jaar gevangenisstraf. Ik ben blij dat de jury hem in ieder geval niet ontoerekeningsvatbaar heeft verklaard. Want dat vind ik ook altijd weer zo'n dingetje. Zo lekker makkelijk. Oh ja, nee, ik wist niet wat ik deed. Ja, bullshit. Weet je, soms snap ik het. Soms snap ik dat mensen ontoerekeningsvatbaar zijn. Maar in zo'n situatie heb ik gewoon echt gehad. Je weet gewoon heel goed wat je aan het doen bent. En je probeert nu gewoon een mindere straf te krijgen. Dit is best rood. Oh, ik ben helemaal concealer vergeten. Oh. Eind januari 1992 pleitte Jeff schuldig. En eind 1994 werd Jeff vermoord in de gevangenis door een medegevangene. Hij werd doodgeslagen met een metalen staaf die waarschijnlijk uit de sportzaal kwam van de gevangenis. Jeff werd meerdere keren op zijn hoofd geslagen met die metalen staaf. En hij had zoveel hersenschade en zoveel schedelschade eigenlijk, dat hij in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis overleed. En er is daarna nog een heel gedoe geweest, want zijn moeder die wilde dat zijn hersenen werden bewaard voor later onderzoek. Maar zijn vader was het er niet mee eens. Die wilde Jeff zijn wens in laten gaan, dat hij gecremeerd zou worden. Dus zijn vader heeft zijn moeder voor de rechter gesleept, van ja, leuk dat je die hersenen wil bewaren, maar Jeff wil gecremeerd worden en dat wil ik gewoon uitvoeren. Tenminste, niet hij zelf, maar dat wilde hij laten uitvoeren. Gewoon zijn wens in vervulling laten gaan. Dus in 1995, een half jaar nadat Jeff werd vermoord in de gevangenis, kreeg zijn vader gelijk en werden de hersenen alsnog vernietigd. 17 mannen en jongens vermoord. Heel ziek. En gewoon vooral dat hele stuk dat die agenten dat jongetje hebben teruggebracht. Echt. Goed, dit is dus het verhaal over Jeffrey Dahmer, de kannibaal van Milwaukee, of het monster van Milwaukee. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Ik hoop dat jullie de make-up leuk vinden. Ondanks, wederom, ik ben geen visagiste, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Mochten jullie nou inderdaad deze video leuk vinden, geef hem dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe true crime video met een hele bizarre seriemoordenaar. Dat kan ik je wel alvast vertellen. Tot volgende week, bye! Mijn tanden zijn geel zeg, door deze lipkleur.